Hoe luistert u daarnaar? Nou ja, dat horen we natuurlijk goed. Er zijn een paar dingen die daarbij spelen. Nederland heeft relatief weinig intensive care bedden. Dat is ook een thema wat we landelijk moeten adresseren. Want dat is eigenlijk wel heel goedkoop. En daar hebben we lang van kunnen profiteren. Maar we hebben er last van. Als je plotseling erg moet opschalen, zoals nu, dan kan dat alleen maar als het ten koste gaat van heel veel andere zorg. En dat willen we eigenlijk niet. Want je ziet dat dat ook in de samenleving tot behoorlijke irritatie gaat leiden. Dat mensen zeggen, waarom moet ik? Ik heb last van mijn knie. Waarom moet ik nou last hebben van het feit dat sommige mensen zich niet laten vaccineren? Ja. Hoe dus gaat u daarmee om met dat soort vragen in de samenleving op dit moment? Want dat zijn hele wezenlijke vragen die waar u uiteindelijk namens de veiligheidsregio, maar ook als burgemeester in de stad Leiden, toch direct mee te maken heeft. Ja, ik merk het, moet ik eerlijk zeggen, in Leiden nog niet zo heel erg. Ik voel ook niet heel veel spanning op dat punt. In de samenleving breed merk je het wel. En je hoort het ook wel dat mensen het geduld beginnen te verliezen met mensen die niet gevaccineerd zijn. Een aantal daarvan die heeft heel veel lawaai gemaakt de afgelopen maanden, afgelopen jaar. Maar dat neemt niet weg dat ze er zijn. En daarnaast zijn er ook mensen die omwille van hun geloof niet voor kiezen. Of gewoon omdat ze stoer zijn en zeggen van, joh, mij overkomt het niet, dus ik doe het niet. Het is nu eenmaal zo dat er een behoorlijke groep is die daar zo mee omgaat. Mm-hmm. Er wordt landelijk gediscussieerd over de vraag van, moet je mensen verplichten als ze naar hun werk gaan een QR-code te laten zien. Die oproep deed uw collega Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsraad, gisteren ook in Buitenhof. Werkgevers mogen, als het aan hem ligt, ook de coronapas vragen om toegang te krijgen tot de werkvloer. Ja, het gebeurt nu op heel veel plekken. Ik persoonlijk kan me daar goed in vinden in die lijn. Je merkt wel dat de druk dan wat toeneemt ten opzichte van datgene wat er nu is. Maar ja, je moet je realiseren dat niks doen heeft ook zo zijn nadelen. Ja, dus eigenlijk zegt u, het is het nadeel van bredere coronapas inzet is kleiner dan het andere nadeel, namelijk een overbelasting van de zorg. Ja, eigenlijk vind ik dat wel, ja. Plus het feit, ja, die overbelasting van de zorg is niet alleen heel erg voor de mensen die daar werken, maar het is vooral heel erg voor de mensen die de reguliere zorg voorlopig even niet krijgen. Ja. En die mensen hebben dat ook nodig. Die hebben ook recht op hun zorg. Ja. Het zou het mooiste zijn als je niet hoefde te kiezen, maar je moet een keer kiezen. En de optie die ook besproken is, de coronapas alleen nog verstrekken aan mensen die gevaccineerd zijn of hersteld, waarbij het testen buiten de coronapas valt straks. Staat u daarachter? Nou, daar geloof ik eerlijk gezegd minder in. En waar ligt dat aan? Ik denk dat het op zich een goede optie is, dat als je getest bent en je blijkt niet besmet te zijn, dat je dan gewoon mee kunt doen. Daar lijkt mij geen bezwaar tegen. En niet om dus de groep mensen, die 15% waar we nog op wachten, om het zo te zeggen, die niet gevaccineerd is, om die de drempel over te duwen. Dat is dan niet de manier om dat te doen, denk ik. Dat denk ik niet, maar we moeten ons wel realiseren dat wanneer je voor elke activiteit getest moet worden, dat is heel belastend. Die druk is groot genoeg. Die hoef je niet helemaal te blokkeren. Ja.